Ik ga het vandaag hebben over 3 schijven. 2 hebben we gevonden op Jodensavanna en 1 op Cassipora. Ik zal beginnen met eentje die we hebben gevonden op Jodensavanna in 2016. Dat is deze pop hier. Het staat ook wel bekend als de Popchi Globo. En het is gevonden in een greppel, niet ver van het bezoekerscentrum van Jodensavanna. En deze Popchi Globo werd vanaf 1896 gemaakt in Aruba en Curaçao en geëxporteerd naar Europa en ook de Europese koloniën. Het is geanalyseerd en uit analyse is dus gebleken dat het geen hoofd heeft. We missen het hoofd en de armpjes ook. Ook de voetjes zien we dat het een stukje is afgebroken. En het is waarschijnlijk gemaakt van kaolitische klei. En vanaf 1920 was het zeer geliefd bij die elite Joodse families. En het werd gebruikt als speelgoed of als souvenir, maar ook voor rituele doeleinden. Maar hoe het op Jodensavanna terecht is gekomen, wat voor doelen daar heeft gehad, dat weten we wel nog niet. Een ander scherf waarover ik het wil hebben, dat ook in 2016 in een greppel is gevonden, niet ver van het bezoekerscentrum, is deze. Deze scherf is een bord geweest en het heeft deel uitgemaakt van een serie serviesgoed. En op een serie serviesgoed waarop dan stadsgezichten waren uitgebeeld. En een van die plaatjes kunnen dan zijn geweest die van de stadskerk. En we zien dat het aan de binnenkant een plaatje heeft van de grote stadskerk. En het plaatje is aangebracht middels een transferprint techniek. Wat we verder ook zien is heel in het klein onder het plaatje de naam Paramaribo. Vermoedelijk heeft misschien daarvoor ook de grote stadskerk of Mama Kerkie gestaan. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, want het is maar een scherf van een hele bord. Dus daarover kunnen we niet met zekerheid spreken. En heel interessant is ook het fabrieksmerk dat we aan de achterkant zien. Want een fabrieksmerk kan aangeven waar zo'n object is gemaakt. In dit geval zien we hier Copeland Leedspoot. En dat was een aardewerksindustrie in Engeland dat in de tweede helft van de 18e eeuw was opgericht door Joshua Spoot de Eerste. Na het overlijden van deze man is de familie samen gaan werken in Copeland. En het fabrieksmerk Copeland Leedspoot is tot stand gekomen rond 1847. Dus we kunnen wel aannemen dat borden met het fabrieksmerk Copeland Leedspoot vanaf 1847 werd geëxporteerd. En wat ook heel interessant is, we zien een inkerving hier. Er staat JSD. Het kan een inkerving zijn geweest van de persoon aan wie dit bord zal hebben toebehoord. Maar dat kunnen we ook niet met zekerheid zeggen. Maar de initialen zijn wel te zien. Het unieke van deze scherf is dat we de stadskerk erop zien afgebeeld. En we weten allemaal dat de stadskerk dus een EBG-kerk was. En het is heel interessant om zo'n scherf op Jodensavanna te zien. Er kunnen 3 redenen hiervoor zijn hoe het daar terecht is gekomen. Ten eerste, de eigenaar die in het bezit was van deze scherf heeft het gekocht in de stad en is daarmee naar Jodensavanna gegaan. Een tweede optie kan zijn dat hij het cadeau heeft gekregen. Een derde optie kan ook zijn dat de Kriolen die op Jodensavanna hebben gewoond na 1863, die waren dan EBG'ers en het kan dat het dus het bezit was van een van die mensen. Het laatste scherf waarover ik het wil hebben, werd in 1995 gevonden op Cassipora. Hij is toen overgebracht naar Amerika, maar in 2016 met behulp van de Amerikaanse ambassade teruggegeven aan Stichting Jodensavanna en de Archeologische Dienst. En het gaat dus om een scherf met een decoratiepatroon dat heet Willow Pattern. Willow Pattern was heel erg populair vanaf de 18e eeuw binnen Europa en binnen de Europese koloniën vanwege het verhaal die het vertelde. Er wordt gezegd dat Willow Pattern het verhaal vertelt over een prinses en een dienaar dat verliefd waren op elkaar, maar
Vanwege status en rijkdom geschillen mochten ze niet huwen van de koning. Ze zagen kans om weg te vluchten, maar werden op zeggen van de koning gedood. En dat hele verhaal kan je in feite zien op die decoratiepatroon. Dit weer is slechts een scherf. En er wordt beweerd dat na de dood die prinses en die dienaar twee duiven zijn geworden. En wat we op die scherf nog wel kunnen zien, zijn nog net de vleugels van een van die duiven. Het is voor ons sowieso belangrijk dat je de scherven in context vindt, omdat je het dan kan vinden met andere artefactsoorten. En dat vertelt je dan een bepaald verhaal over hoe de leefsituatie kan zijn geweest, hoe de omstandigheden daar geweest kunnen zijn. Of bijvoorbeeld wat voor betekenis dat plekje gehad kan hebben. Dus is het bijvoorbeeld een stortplaats geweest? Is het bijvoorbeeld een keuken geweest, bij wijze van spreken? Dus het is wel belangrijk voor ons om artefacten in hun context te vinden in relatie met andere artefacten.